Zonder eigen persoonlijkheid of visie of karakter kom je nergens. Je moet voor je neiging een weg uitstippelen en die moet je blijven volgen. Philip Claes is een sterrenchef. In Brugge runt hij samen met zijn vrouw de Jonkman. Zijn hart ligt op zijn tong. Tong die uit de zee komt. De Noordzee. Zijn geliefde visvijver. Een vent van hier met een grote liefde voor producten van hier. Een echte Jonkman. Goedemorgen, Philip. Goedemorgen, Dries. Welkom in Kokzijde, of liever, ik moet zeggen, welkom terug thuis. Want geboren en getogen Kokzijdenaar, toch? Ja, dat klopt. Vertel. Ik heb altijd aan de dijk gewoond in Kokzijde, nummer 277. En mijn ouders woonden daar nog ook altijd, dus ik ben een jongen van de kust. Ja. En als je van de kust bent, dan ook volledig opgegroeid in de horeca, want uw ouders hadden een zaak? Ja, mijn ouders hadden een zaak in... Op de dijk, ja? Ik ook zeiden, een tea-room, Ascot. En daarvoor hadden ze ook nog een restaurant, een sterrenrestaurant. Ja, maar dan precies. In de pannen. Dat was in de pannen. En dat was een sterrenrestaurant. Ja, dat klopt. Jij hebt nu ook een ster. Ja. Moet ik een verband zien van zoon die zegt tegen vader van wat dat jij kunt, kan ik ook? Goh ja, ik ben eigenlijk opgeroeid geweest tussen de pot en de pan, ja. Van mijn 4 jaar. Dus ik deed dat altijd graag. Dus mijn ouders hebben daar ook nooit in gepusht of gedaan. Dus ik mocht altijd mijn eigen ding doen. En dan natuurlijk u opgewerkt, hotelschool en dan toch met de grote mannen meegewerkt in die tijd. Noem die eens. Waar... Ik heb in de Fox gewerkt, dus ja. Bij Stefan Buijens. Bij de Stefan, en ja. Daarna heb ik 6 jaar in de Karmeliet gewerkt, ja. Bij Heer van Ecke. Ja. En daarna 5 jaar in Oudsluis bij Serge Haarman. Voilà. En toen de stap gemaakt naar... Ja, mijn eigen zaak. Uw eigen zaak. Genoemd Stefan Buijens, we zijn... Aan de zee, Stefan, die noemt de garnaal de kaviaar van de Noordzee. Ben je het ermee eens? Ja, zeker weten. Culinair gezien is dat een topproduct, want die heeft zoveel smaak. Maar soms, ik heb soms het idee dat we dat te weinig beseffen. Je vindt het overal, in de warenhuizen, maar eigenlijk één keer buiten onze streek vinden het niet meer. Hè? Nee, dat klopt. Ja. Dus, het is echt regionaal, België. Nederland, ja. Noord-Frankrijk en dan kennen ze het eigenlijk niet meer. Dan houdt het op. Hè. Ja. Als ik met een chef-kok praat en we hebben het over vis, dan zien wij altijd zo een bord vol lekkers. Maar de vis heeft natuurlijk nog veel andere dingen te bieden. Bewijzen daarvan hier het Visserijmuseum. Want nu is er hier een tentoonstelling over vis en de zee en erotiek. Spannend. Geïnteresseerd? Ja, zeker. Laat ons even gaan zien. Ja, oké, okay, kom maar. Zonder motivatie kom je nergens. En als je gemotiveerd zit, kost werken geen moeite. Maya, vertel ons, wat is dat toch met die zee en die sensualiteit? Zee is sensueel en de zeevruchten, alles die in zee woont, heeft ook een hoge graad van sensualiteit. Ja. Kijk naar oesters, ja. Naar mosselen, dat zijn allemaal bommen vol erotiek en liefde. Is dat zo, Filip? Ja, toch wel. Een oesterke is goed voor... Denk wel, ja, toch wel. Maar dat ook wel in het restaurant. Ah ja? Lekkere vrouwtjes die lekkere oestertje eten. In combinatie met... Die komen wel in de stemming. In combinatie met een glaasje champagne, ja. Begint dat toch. Ja. Want het is natuurlijk ook wat je zegt, de mossel, de oester. Klopt dat beeld? Hè? Het is toch de harde... En dan van binnen... Zacht.
Het paradijs. En ja. Dat is absoluut niet ons idee van 20e of 21e eeuw. Nee. Het is een oeroud geloof dat inderdaad mosselen bijvoorbeeld zeer erotiserend of opwekkend werken. Ja. We hebben hier bijvoorbeeld een fantastische afbeelding van een metalen namaakmossel met vrouwelijke geslachtsorganen daarbinnen. Ja. En dat is gevonden in Nederland in de 15e eeuw. En dat is inderdaad iets dat getuigt van onze voorouders hadden al die stoute ideeën over zeevruchten. Ja, dus er moet iets aan de hand zijn. Verder nog dingen? Veel. Ja. Noordzee is niet alleen vol zeemeerminnen, maar ook een zeemeerman woont hier. De Roeschart, zeemonster, zeemeerman, half man, half kabeljauw, was een heel belangrijk figuur hier. Eens dat de visser een zeemeerman Roeschart zag, en dat was dikwijls na... toch na een paar glaasjes, dat die verschijnde. Ja. Maar blijkbaar niet altijd. Dat betekende nooit iets goeds voor de vissers. Ja, onheil. Onheil, ja. Hij moest direct stoppen met vissen. Ja. Zeemeerman. Zeemeerman. Ja. Zeemeermijn, dat was natuurlijk iets anders. Feest. Dat was... Het is een keiharde stil. Is het een voordeel om erin geboren te zijn? Voor mij wel. Ja. We kunnen eigenlijk niet anders zien. En je moet echt gepassioneerd zijn voor de horeca te willen doen. Precies. Zie je nog veel collega's van de kokschool in de tijd, van de hotelschool? Ja, we kennen nog heel nauw contact met de hotelschool kokzijde. We kennen er ook... 3 jaar gezeten voor mijn opleiding te volgen. Dus de leraars daar ook. Ik heb enorm veel respect voor hen. Wat mij opvalt, toen ik jong was en ik zag een kok op televisie of in het dagelijkse leven, dat waren allemaal, weet het, met een goed buikje, een goed embonpoint. Ja. Zo, dat waren de mannen van het goede leven. En nu zie ik ze allemaal strak. Strak in het vel, dat afgetraind. Is waren, dat is van het werken. Ja, maar is dat een verandering? Allee, bedoel, het is natuurlijk ook, er komt een andere manier van koken ook. Het komt eigenlijk door... vroeger was de keuken gebaseerd meer op de Franse keuken. De roomsaus, de botersaus. Werd er veel meer gekookt met boter en room. En nu wordt er gewoon anders gekookt. En als kok moet je ook van alles proeven. Suikers ook, desserts. En het is toch belangrijk dat je ook een beetje gezond kookt. Ook streekgebonden? Ik werk enkel maar met Noordzeevis. Precies. Dat is mijn visie. Ik vind het absurd om met vissen te werken van 1000 kilometers van hier, dat ik op 10 kilometer van de zee zit. Waaraan zie je dat een vis vers is? Ten eerste de geur. Een vis die stinkt is rot. Voilà. Als je vis vers is, dan ruikt hij niet. Dus de kleur van de huid ook. Je moet mooi glimmend zijn, slijmerig. Je mag niet platten. Als je de kiel open doet, moet bloedrood zijn. En ook de structuur van de vis. Dus als je eraan voelt, een vis die vers is, die juist dood is eigenlijk, die uit het water komt, die gaat hem opstijven. Dus de vis gaat hard zijn. Als je een kabeljauw pakt die juist gevangen is, je kan hem recht. Ik pak zijn kop vast en ik kan hem zo recht zetten. Dat hij zo blijft staan. Een echte connoisseur, zeg? Ja, toch wel. Ik vind dat is mijn stoppaardje, de Noordzee. Ik hoor het zo vaak, maar vis, je moet eigenlijk geen superzotte dingen doen om hem op smaak te krijgen. Voornaamste is eigenlijk de kwaliteit van je vis. Ja. De kwaliteit van je product. En als je echt een goed product hebt, een goed lekker stukje vis hebt, die kraakvers is, dagvissers. Dan kan je dat eigenlijk niet kapot doen. Ja. Dan moet je dat met respect behandelen. Gewoon een beetje baten in de pan, een beetje citroensap over. En that's it. Of een beetje goede boter. En misschien gewoon met een lekker stukje brood. Ja. Een beetje rauwe brood. En meer moet dat niet zijn.
Je moet voor iedereen respect hebben. Is het nu voor iemand die aan de vuilniskar werkt of een minister? Voor mij is iedereen gelijk. Die loopschoenen hier op de trap. Ja. Je ziet dat dat hier aan de ketting ligt. Ja. En dat hangt dan een paaltje. Je moet er een keer aan draaien. Je gaat nu 50 dus kilo of 50 ton verzet. Dus gewoon naar hier draaien. Ja. Aan de andere kant. Maar je moet je macht gebruiken, want dat weet je niet. Ja, doe maar. De richting van de haan. We zijn nog hulp nodig. Hè? Ja. De molen die kan zo'n 50 kilogram malen per uur aan 4 beaufort. Dus ik moet 4 beaufort hebben om die grote stenen hier te kunnen aandrijven. Alright. Dus één zo'n steen heeft een diameter van 1,75 meter en weegt 1,5 ton per stuk. Dus als er hier 3 ton ligt, moet er ook 3 ton aan de andere kant liggen om die molen in evenwicht te brengen. Ja. Oké, gaan we dat proberen? We gaan dat proberen. Oké. En Dries, ja? Dat is het product dat we gemaakt hebben. Dat is een broodje van onze 3 plaatselijke bakkers hier in Kokseide. Die dat dus verwerken, ons meel. Het meel dat hier vermalen wordt. Ja. Tot een broodje, een bruin donker broodje. En? Ja. Niet slecht, hè? Wij worden niet klaar. Hè? Ja. Waar mogen we dat niet mee hebben? Nee, mee, ja. Ah ja, voilà. Hier, verder. Alsjeblieft. Sweet. Ik heb die aan meer meenemen. Ja, sweet. Ik ga het toch zelf op. Ja. Ja. Zeker benieuwd. Ja? Ja. Een dag bestaat uit 24 uur, maar er moet er 25 van maken. Brood. Bier. Paardenvisser. En een garnaaltje. Meer moet dat niet zijn, toch? Hè? Nee. Maar ik heb me laten vertellen dat wij eten altijd dode garnalen. Vertel eens. Als chef vroeg ik me eigenlijk af van... chef werd eigenlijk enkel maar levende kreeften. Ja. Hoe je toch een beetje met je beroep en je vak bezig zit. En voorgekookte kreeften, dat koopt eigenlijk niemand. Nee. En garnalen... Dat is eigenlijk een streekproduct van bij ons, van voor onze kust. En als chef kun je er eigenlijk niet mee werken, levend. Ja, ja, precies. Omdat ze worden gevangen en ze worden onmiddellijk gekookt aan boord in zeewater. En nu ben ik eigenlijk bezig met een projectje voor al de chefs te kunnen bevoorraden met levende garnalen. Levende garnalen. We zijn hier op het sportplein van Oost-Duinkerke. Dit is geen onbekend terrein voor u? Nee, mijn hart ligt hier. Ik heb hier nog gevoetbald, ja. 4 jaar. Dus ik was geen Lionel Messi, maar ik voetbalde wel altijd met volle inzet en doorzettingsvermogen. En ik heb hier heel mooie tijden beleefd. Filip, merci voor deze fantastische warme dag. Dank u wel. En veel succes nog. Oké, dank u Dries. Santé. Santé. Van folklore en oude ambachten moet zaterdag 16 juli naar Wulpen voor het groot landelijk feest. Op het programma een grote veeprijskamp, een roofvogelshow en kinderanimatie. Zondag 17 juli feest Wulpen verder met het humoristisch theatertoernooi.
Tijdens de zomer geniet je elke vrijdag van een visserijfolkloreavond op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum van Oost-Duinkerke. In het museum vindt er bovendien een prikkelende tentoonstelling plaats, Zerotica, over liefde en lust aan de kust. Een uitnodiging tot een intieme reis doorheen de natuur, de cultuur en het dagelijkse leven van de kustbewoners. Meer info bij Toerisme Kokzijde Oost-Duinkerke op 058 51 29 10 of op kokzijde.be.